Dit zijn Lida en haar man Chris. Ze zijn dol op de natuur in Hemmen. Echter waren de hekken en bruggetjes niet geschikt voor vierwielers. Lida heeft hier iets aan veranderd. Nou, wij zijn een werkgroepje met z'n vieren. Twee vierwielers en twee lopende mensen. En de vierwielers zijn mensen in een scootmobiel, rollator, rolstoel, kinderwagen, al dat soort mensen. En die konden nooit wandelen in het park of in het bos, omdat er hekken stonden waar ze niet doorheen konden. Nou, u ziet hier de omgeving. Het is schitterend en heerlijk om te wandelen. Zo langs de Lingen en zo. Nou, dat zat er voor die mensen gewoon niet in. En daarom hebben we toen het initiatief genomen. De rentmeester van het park, die heeft ons bij elkaar gebracht. We hadden los van elkaar de vraag gesteld, kan er iets voor invaliden geschikt worden gemaakt? En toen zei hij, ga eens met elkaar praten en doe eens een voorstel. En toen hebben we een aantal verbeteringen voorgesteld. Dat de bruggetjes glooiend werden, dat er bankjes geplaatst werden, al dat soort dingen. En toen hadden we een hek gezien ergens waar je doorheen kan. Terwijl toch wel de crossfietsen, de brommers, de paarden tegenhoudt. Want daarom waren die hekken er gezet. Want als je met een paard of een crossbrommer hier komt, dan is dat gevaarlijk voor de mensen en het rijdt het pad kapot. Het initiatief van Lida is opgezet vanuit Over Betuwe Doet. Hier heeft Lida al 2 keer aan meegedaan. Ze gaat nu opnieuw geld inzamelen voor minimaal 1 extra hek. Het is 1 keer in het half jaar Over Betuwe Doet. We hebben 2 keer meegedaan en we hebben nu 4 hekken kunnen laten plaatsen. En we willen er graag nog een aantal, dus daar gaan we nu voor op. Bijvoorbeeld het bos, daar staat nog een oud hek. Ze kunnen het bos nog niet in. En daar willen we ook graag zo'n aangepast hek zoals hier staat. De actie is niet onopgemerkt gebleven. Ook is er erg goede feedback op het initiatief van Lida. De mensen uit de omgeving zijn erg enthousiast en blij met de veranderingen. Nou, geweldig. Er zijn mensen die stoppen bij ons huis of als we lopen en die zeggen van, oh, ik. Want ook de mensen die de flyers bezorgen. Wij hadden op Nextdoor hadden we geplaatst van, wilde mensen voor ons flyers bezorgen. Dat is dan bijvoorbeeld, komt er gelijk iemand met een kinderwagen die zegt, ik kan nu in het park wandelen en ik wil graag flyers voor jullie bezorgen. Het zijn heel enthousiaste mensen, vinden het een heel goed doel.